Wij worden blij als de klant van onze klant blij wordt. Gedrag is een heel veel bepalende factor. Ja, daar gaan we graag mee aan de slag. Door training, door onderzoek, om met de mensen aan de gang te gaan, zodat ja, vooral die gast, die klant, die patiënt het merkt. Mensen ontwikkelen, leukste vak wat er is. Stel je komt bij een balie en je wordt begroet, je wordt bij je naam genoemd en iemand heet je welkom. Nou, fijn toch, aandacht? Iedereen vindt aandacht prettig. Het is voor de medewerker leuker, het is voor de ondernemer leuker, de omzet gaat omhoog. Maar ook vooral ja, voor de klant of de gast. Het gaat over aankijken, het gaat over groeten, het gaat over vragen stellen. Niet moeilijker maken dan het is. En wat is er mooier als je iets krijgt wat je verwacht? En dat lijkt heel eenvoudig, maar je hebt zelf die ervaring wellicht ook. Als dat niet zo is, ja, dan voel je dat, dan merk je dat. Dat we duidelijk zijn en dat we direct zijn en praktisch. We houden van afspraak is afspraak. Ja, what you see is what you get. We denken mee, ja. We doen mee. Zodat het ook geïmplementeerd wordt, dat het ook gaat werken. Building Hospitality is samen met opdrachtgever werken aan dienstverlening. En de mensen daarin maakt het verschil. Daar geloven we enorm in. En dat vinden we een heel mooi vak. En dan voornamelijk op het gebied van klantgerichtheid, verkoop en leiding geven. En dat sluit allemaal in één. Een gastvrije wereld, ja, is een mooiere wereld.